Hey iedereen, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe FeeTime video. Zoals je kon zien aan de hand van de titel ga ik me vandaag voorbereiden op stage. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben dus een derdejaars marketingstudente. En nu maandag begint de stage eigenlijk. En dat is dus 3 maanden dat we stage gaan lopen. En daar rond gaan we dan onze scriptie schrijven. En normaal gezien ben ik dan daarna afgestudeerd. Dus even een soort recap. Dus mijn semester is begonnen met 3 weken projectweken. Die zijn nu afgelopen. En mijn groepje heeft ook gewonnen. Dus dat is natuurlijk super tof. Dus voor onze klant waren er dus 4 groepjes. En wij zijn daarvan dus gewonnen. Dus onze klant vond eigenlijk dat onze ideeën, dat ze die eigenlijk direct kon gaan uitwerken. We hebben daarvoor een certificaat gekregen en dat moeten we wel nog ontvangen. En een bon van de FNAC van 15 euro ieder, dus dat is wel altijd leuk meegenomen. Het is ook natuurlijk de ervaring die we daar hebben opgedaan om nu aan stage te beginnen. Dat gaat een soortgelijke opdrachten zijn, dus dat project was wel echt goed daarvoor. En dat telt ook mee voor een aantal studiepunten. Dus nu zijn we zaterdag en maandag begint dus de stage. Normaal een stage op onze school, dus je hebt verschillende opties. Stage XL is dus dat je 12 weken, 5 dagen per week altijd op stage aanwezig bent. Dus van 1 maart tot 28 mei. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals een stage van bijvoorbeeld 4 dagen per week en dan 12 weken. Of 5 dagen per week en 10 weken. En dan kan je nog een ander vak opnemen. Dat noemen ze dan een taco. Als je bijvoorbeeld weet, ah ja, ik kan nog verder studeren, dan kan je al een vak daarvan opnemen. Maar dan moet je dat natuurlijk wel kunnen combineren met dat vak te kunnen volgen. En daar ook voor te slagen en ook je stage te doen. Er zijn ook een aantal mogelijkheden om op school stage te volgen. Maar ik ga gewoon bij een extern bedrijfje mijn stage volgen. En omdat ik nog een vrijstelling had van een andere opleiding voor marketing, kan ik dus een kortere stage doen. Dus die van 4 dagen per week en dus wel 12 weken. Het kon ook dus 10 weken en dan 5 dagen per week. Maar die keuze ligt natuurlijk bij het bedrijf. En mijn bedrijf heeft gekozen voor 4 dagen in de week. Daardoor heb ik wel altijd een dag in de week waar ik dan aan mijn scriptie kan werken, buiten het weekend nog. Het heeft zo zijn voor- en nadelen, want bij 10 weken heb je wel nog een volledige 2 weken erna, na je stage, om volledig op die scriptie te werken. Maar nu heb ik eigenlijk elke week een dag zeker om daaraan te werken en ook nog het weekend. Ik ga dus mijn stage lopen in een boutique en daar zal ik vooral opdrachten uitwerken omtrent de sociale media en webshop en zo. Woensdag had ik al een infosessie met dan mijn stagecoördinator van het school, die dus helpt, die feedback geeft. Dus de tijdse feedback op je scriptie en als er iets gebeurt op stage of zo, is hij hier om je te helpen. Dus daarover had ik woensdag dan al een sessie. En daar werd al gesproken over verschillende taken. Dus daarmee ga ik mij vandaag dan even bezighouden om al die taken in mijn agenda op te schrijven en zien wat ik eigenlijk zoal moet doen en toch wel een beetje plannen. Ik dacht dat kan wel interessant zijn om jullie daarin mee te nemen. Misschien zijn er ook mensen die op dit moment aan hun stage moeten beginnen of die op een ander moment nog stage moeten doen en die dat dan ook interessant kunnen vinden om deze video te zien, zodat zij weten hoe dat zij hun daarop kunnen voorbereiden. Normaal doe ik dus altijd van maandag tot donderdag mijn stage, maar nu de eerste week is het van dinsdag tot vrijdag. Dat vind ik natuurlijk niet erg, want dan heb ik maandag nog gewoon een chille dag om te rusten. Daarom dacht ik dus dat ik vandaag wil even de tijd gaan nemen om al die data en zo op te schrijven in mijn agenda, zodat ik zeker voorbereid ben. Dus ik heb mijn agenda hier al klaar liggen. Dus voor maart moet ik nog mijn volledige maandplanner inschrijven. En dan zijn dus 3 terugkomstsessies die ik er met al genoteerd. Dus dan gaan we terug naar school, online of op de campus, om gewoon eigenlijk even te bespreken met die stagecoördinator van de school. Welke opdracht heb ik al gedaan? Ligt dat in lijn met wat er verwacht wordt? Is alles in orde enzovoort? Dus ik ga nu even dit maandoverzicht invullen. Hier is dus een overzicht met allerlei belangrijke data. Daar ga ik even naar kijken, naar opschrijven in mijn agenda. En dan ook nog eens zien wat er nog allemaal al online staat. Nu zijn we bij april. En hier moet ik dus ook nog mijn maand
overzicht invullen en denk ook nog ja, gewoon de dagen allemaal. Dus dat ga ik nu eerst even doen en ook direct gewoon voor mij er nog bij. Dus nu heb ik ook voor april en mei de data ingeschreven. Dus nu ga ik daar dan ook de opdrachten op de juiste dag inschrijven. Dus nu heb ik alles ingevuld. Dus ook nog voor juni hier scriptie indienen. Die day, dus het gaat nog een lange tijd zijn. Tot 2 juni, dan ben ik er vanaf. En dan is er ook nog de verdediging van de scriptie voor de jury. Maar daar is nog geen vaste datum voor. Ik ga deze fleurstiften gebruiken die ik van mijn mama voor mijn verjaardag had gekregen. Dus in groen ga ik de terugkomstsessies aanduiden. In het roze stageopdrachten. En dan in het paars de scriptieopdrachten. Dus nu ga ik dan even die 2 opdrachten bekijken die tegen de eerste week al af moeten. Om dan een beetje te zien wat dat juist inhoudt enzovoort. En dan ga ik dit boekje gebruiken voor allemaal notities in te maken. Dus de eerste opdracht is eigenlijk het opstellen van een SWOT over jezelf dan. Trouwens, gisteren was ik naar de Action gegaan en heb ik deze kaars gekocht. Dat is zo een hout, dat is ook knettert dan precies, dus woedenwit, vanillegeur. Ondertussen is het bijna middag, dus ik ga ze even middag eten en dan ging ik even wandelen met mijn nicht. En dan daarna ga ik dus nog even naar de opdracht van de scriptie kijken. Dus ik heb ook op mijn computer al een mapje gemaakt van bachelorproof. Ik ga dat ook zeker op mijn USB-stick zetten, dat ik altijd de versie ook opslaap met USB, want je weet nooit dat je computer ineens blokkeert of dat hij alles verloren gaat en dan is heel je scriptie weg. Dus dan zie ik jullie straks terug. Ik ben nu terug van mijn wandeling. Ondertussen is het eigenlijk al 4:30. Ik was ook een beetje verzeild, ga ik weer in YouTube. Dus nu zit ik terug aan mijn PC. Wat neem ik zoal mee op mijn eerste stagedag? Dus ik heb deze handtas, zo mijn lange hengsels. Die is vooral zo groot omdat mijn computer eigenlijk groot is. En ik moet mijn computer dus meenemen. Dat was al afgesproken met de stagementor dat ik mijn pc meeneem. Ik weet niet of dat elke dag moet zijn, maar dat is natuurlijk geen probleem. Ik zet dus mijn computer ook nog in zo'n beschermtas. Dus ik neem ook dat boekje mee waar ik mijn notities heb ingeschreven van die opdrachten en zo. En dat kan ook altijd handig zijn, want ik kan natuurlijk ook daar dingen moeten noteren. Dus daarom neem ik dit boekje mee. Ook enkele stilo's, 2 of zo. Natuurlijk ook nog een extra mondmasker. Oortjes, voor mijn gsm naar muziek te luisteren. Als ik met de trein ga, dan neem ik ook nog mijn portefeuille mee met de belangrijkste zaken daarin. Ik heb ook altijd een scrunchie mee, voor als ik mijn haar wil vastdoen. Dan ook nog gewoon een beetje basic producten, zoals een handgel, een handcreme, een deo, een zakdoeken. Ja, mijn oplader van mijn pc. En ik denk dat dat ongeveer alles is dat ik ga meenemen. En dan, na die eerste dag zal het ook wel duidelijk worden of ik ook nog andere dingen moet meenemen. Of ik bepaalde dingen thuis kan laten. Maar ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn. Dus computer, iets om te noteren en gewoon mijn persoonlijke spullen die ik altijd meeneem. Dinsdag is mijn eerste dag. Dat is wel spannend natuurlijk. Dat gaat denk ik wel leuk zijn. Ik heb mijn stage mentor ook al ontmoet en dat was ook een aangenaam persoon. Dus ik denk dat dat wel leuk gaat zijn. Ik zal zeker ook video's maken over mijn ervaringen en zo op stage. Misschien ook eens een dag filmen, een dag in mijn leven op stage eruit ziet. Maar dat weet ik nog niet goed of dat allemaal wel mag. Maar ik zal zeker mijn ervaringen en mijn gedachten over stage delen met jullie.
Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en hopelijk helpt het jullie ook indien jullie zelf moeten voorbereiden op stage of zo. Als het een leuke video vond, mag je het zeker een duimpje geven. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ik post dus elke zondagavond om 20 uur een nieuwe video. Ik kan ook altijd het belletje aanklikken, zodat jullie zeker een melding krijgen van wanneer mijn video online staat. Dan hoop ik jullie graag terug te zien in mijn nieuwe video volgende week. Daag!